أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Na het reciteren van Tashahud, Ta'awuz en Surah al-Fatiha, verklaarde Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, de verslagen uit het leven van Hazrat Usman r.a. anho worden vermeld. Hazrat Usman r.a. anho verrichtte de bedevaart van Hajj ongeveer een jaar voor zijn overlijden, of toen de wanorde zijn hoogtepunt had bereikt. In ieder geval, toen hij zijn laatste bedevaart van Hajj verrichtte, begonnen de opstandelingen openlijk wanorde te stichten. Hazrat Amir Muawiyah radhiyallahu anhu was hier zeer bezorgd over. En Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu verklaart: op de terugkeer van Hajj vergezelde Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu ook Hazrat Usman radhiyallahu anhu naar Medina. Na daar een paar dagen te zijn gebleven, toen hij op het punt stond te vertrekken, ontmoette hij Hazrat Usman radhiyallahu anhu in beslotenheid en zei: het lijkt erop dat de wanorde toeneemt. Als u het toestaat, mag ik dan iets voorleggen in dit verband? Hazrat Usman radhiyallahu anhu zei: ga verder. Daarop zei hij: mijn eerste voorstel is dat u mij vergezelt naar Syrië, omdat het daar in alle opzichten vredig is. Er heerst geen enkele wanorde. Ik vrees dat als er plotseling wanorde ontstaat, we niet in staat zullen zijn om op dat moment regelingen te treffen. Hazrat Usman radhiyallahu anhu antwoordde: ik kan de nabijheid van de heilige profeet, vrede zij met hem, onder geen enkele omstandigheid verlaten. Zelfs al wordt mijn lichaam aan stukken gescheurd, Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu zei, dan is mijn tweede voorstel dat u mij toestemming geeft om een contingent van het Syrië-leger te sturen voor uw bescherming. Niemand zal in staat zijn om onheil te stichten in zijn aanwezigheid. Hazrat Usman radhiyallahu anhu antwoordde: nog kan ik Baitul Maal in die mate belasten om het leven van Usman veilig te stellen. Nog kan ik tolereren dat ik de mensen van Medina in moeilijkheden breng door een militaire aanwezigheid te handhaven. Hierop legde Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu voor: dan is mijn derde voorstel dat u de metgezellen naar verschillende landen stuurt, want in hun aanwezigheid bezitten de mensen de moed om aan te nemen dat als u niet blijft, iemand anders in uw plaats naar voren gebracht kan worden. Hazrat Usman radhiyallahu anhu antwoordde: hoe is het mogelijk voor mij om degenen die de heilige profeet, vrede zij met hem, heeft verzameld, uiteen te drijven? Toen Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu dit hoorde, begon hij te wenen en zei hij: als u geen van deze strategieën aanvaardt die ik voor uw bescherming heb voorgesteld, kondig dan tenminste aan de mensen aan. Als mij enig kwaad overkomt, dan zal Muawiyah het recht bezitten om namens mij wraak te nemen. Misschien zullen de mensen uit angst hiervoor afzien van het begaan van onheil. Hazrat Usman radhiyallahu anhu antwoordde: Muawiyah, wat er te gebeuren staat, zal zeker geschieden. Ik kan deze toestemming niet geven aangezien je een strenge karakter bezit.
Hazrat Usman Ziyatala Anho zei tegen Hazrat Muawiyah dat hij een strenge instelling had en de moslims streng zou kunnen behandelen. Daarop stond Hazrat Muawiyah Ziyatala Anho huilend op en zei: ik vrees dat dit onze laatste ontmoeting is. Toen hij naar buiten stapte, zei hij tegen de metgezellen: het lot van de islam rust op jullie. Hazrat Usman Ziyatala Anho is nu erg zwak geworden. De wanorde is aan het escaleren. Zorg alstublieft voor hem. Na dit gezegd te hebben, vertrok Muawiyah naar Syrië. Met betrekking tot Hazrat Usman Raziatala Anho's grote moed en vastberadenheid verhaalt Mujahid dat Hazrat Usman Raziatala Anho vanuit zijn huis gluurde en zich tot de rebellen richtte en zei: o mijn mensen, dood mij niet, want ik ben de leider van de tijd en ik ben jullie moslimbroeder. Bij God, ik heb er altijd alleen maar naar gestreefd om naar mijn beste vermogen voor hervorming te zorgen, ongeacht of mijn opvatting juist was of niet. Bedenk dat als jullie mij doden, jullie nooit samen zullen kunnen komen om gezamenlijk te bidden, nog zullen jullie samen op jihad kunnen gaan, nog zullen jullie de bezittingen op een rechtvaardige manier verdelen. De verteller verklaart: toen de rebellen die zijn huis hadden belegerd weigerden acht te slaan, verklaarde Hazrat Usman Raziatala Anho: ik vraag jullie in de naam van God. Toen Amirul Mu'minin Hazrat Umar Raziatala Anho overleed, op het moment dat jullie één waren en gevestigd waren op het geloof, hebben jullie toen niet gebeden op de manier zoals jullie deden? Maar nu zeg je in feite dat je gebeden niet werden aanvaard, of je wilt zeggen dat Allah de Almachtige zich niet langer om zijn geloof bekommert. Of je beweert dat ik dit wil zeggen glafet, met geweld heb verkregen met het zwaard, of ik het me heb toegeëigend en dat het mij niet is gegeven na onderling overleg van de moslims. Of misschien geloof je dat Allah de Almachtige in de vroege stadia van mijn glafet niet op de hoogte was van de zaken over mij en waarvan hij nu op de hoogte is. Dit kan niet het geval zijn, aangezien Allah de Almachtige alles weet. Toen de rebellen ook dit weigerden te accepteren, bad Hazrat Usman Raziatala Anho: o Allah, neem kennis van hen en vernietig ieder van hen en spaar zelfs niet één van hen. Mujahid verklaart verder: wie ook deelnam aan deze opstand, Allah de Almachtige vernietigde ieder van hen. Abu Layla Kindi vermeldt: ik zag Hazrat Usman Raziatala Anho toen hij werd belegerd. Hij gluurde vanuit een opening en zei: o mensen, dood mij niet. En als ik ergens schuld aan heb, geef me dan uitstel, zodat ik kan berouwen. Ik zweer bij Allah, als jullie mij doden, zullen jullie nooit samen kunnen komen om te bidden. Nog zullen jullie in staat zijn om de vijand als één te bestrijden. Voorwaar, zullen jullie dan met elkaar reden twisten en altijd met elkaar in conflict zijn? De verteller verklaart dat Hazrat Usman Raziatala Anho zijn vingers gebruikte om dit aan te geven. Hazrat Usman Raziatala Anho zei vervolgens: wa ya qawmi la yajrimannakum shikaki an yusibakum mislu ma asaba qawma Nuhin aw qawma Hudin aw qawma Saleh wa ma qawma Lutin minkum biba'id. Wat betekent: o mijn volk, laat jullie vijandigheid jegens mij er niet toe leiden dat jullie hetzelfde overkomt als wat het volk van Nu, of het volk van Hud, of het volk van Saleh overkwam. En het volk van Lut is niet ver van jullie vandaan. Hazrat Usman Raziatala Anho zond vervolgens een boodschap naar Hazrat Abdullah bin Salam Raziatala Anho. Toen Hazrat Abdullah bin Salam Raziatala Anho kwam, vroeg hij Hazrat Usman Raziatala Anho wat zijn mening was over wat er gebeurde. Hazrat Usman Raziatala Anho zei: onthoud je van vechten, want dit zal gunstiger voor je zijn met betrekking tot de waarheid. Mohammed bin Sirin verhaalt dat Hazrat Zaid bin Sabit Ansari Raziatala Anho naar Hazrat Usman Raziatala Anho kwam en voorlegde. De Ansar hebben zich bij de deur verzameld en zeggen dat als u het toestaat, wij bereid zijn om voor de tweede keer Allah's Ansar te worden. Hierop verklaarde Hazrat Usman Raziatala Anho: nee, vecht onder geen enkele omstandigheid. Hazrat Abu Huraira verklaart:
Op Yom Dar ging ik naar Hazrat Usman Razi Atala Anhu en zei: O Amirul Mominin, de situatie rechtvaardigt dat u het zwaard opheft. Hazrat Usman Razi Atala Anhu verklaarde: O Abu Huraira, wil je iedereen doden, inclusief mij? Ik zei: Nee. Hazrat Usman Razi Atala Anhu zei toen: Bij God, zelfs als je één persoon doodt, is het alsof je iedereen hebt gedood. Hazrat Abu Huraira Razi Atala Anhu verklaart dat hij vervolgens naar huis terugkeerde en niet deelnam aan de strijd. Zoals eerder vermeld, verklaarde hij dat het tijd was om het zwaard op te heffen. Hazrat Abdullah bin Zubair Razi Atala Anhu vertelt dat hij op de dag van de belegering tegen Hazrat Usman Razi Atala Anhu zei: O Amirul Mominin, voer oorlog tegen deze mensen, want oorlog voeren tegen hen is u geoorloofd gemaakt door Allah de Almachtige. Hazrat Usman Razi Atala Anhu zei: Bij Allah, ik zal nooit oorlog tegen hen voeren. De verteller verklaart dat de mensen naar binnen gingen. En op dat moment was Hazrat Usman Razi Atala Anhu aan het vasten. Hazrat Usman Razi Atala Anhu had Hazrat Abdullah bin Zubair Razi Atala Anhu aangesteld om zijn deur te bewaken en zei: Wie mij wil gehoorzamen, die moet Abdullah bin Zubair Razi Atala Anhu gehoorzamen. Hazrat Abdullah bin Zubair Razi Atala Anhu verklaart dat hij tegen Hazrat Usman Razi Atala Anhu zei: O Amirul Mominin, u hebt hier in uw huis een groep mensen voor uw bescherming, die de steun en bijstand van Allah hebben. Zij zijn minder in aantal dan de rebellen. Geef mij toestemming om tegen deze rebellen te vechten. Hazrat Usman Razi Atala Anhu verklaarde: Ik zeg u in de naam van Allah, niemand mag zijn bloed vergieten omwille van mij, nog mag het bloed van iemand anders vergoten worden omwille van mij. Met betrekking tot het conflict en de oneenigheid voor het martelaarschap van Hazrat Usman Razi Atala Anhu en het incident van zijn martelaarschap, verklaart Hazrat Muslim Maud Razi Atala Anhu: Omdat de opstandelingen blijkbaar al de overwinning hadden behaald, stuurden ze opnieuw iemand naar Hazrat Usman Razi Atala Anhu als een laatste strategie om hem te laten aftreden van Khilafat. Zij waren van mening dat als hij zelf zou aftreden, de moslims geen autoriteit of mogelijkheid zouden hebben om de rebellen te straffen. Met andere woorden, zij zouden geen mogelijkheid hebben om de rebellen te straffen. Toen de boodschapper Hazrat Usman Razi Atala Anhu bereikte, zei hij: Ik heb mij onthouden van ondeugden zelfs in de dagen van Jahiliya en heb de geboden niet overtreden na het aanvaarden van islam. Waarom en om welke misdaad zou ik het ambt verlaten dat God de Verhevene mij heeft toevertrouwd? Ik zal het kleed waarmee God mij heeft gekleed nooit verwijderen. De boodschapper keerde na dit antwoord terug en richtte zich tot zijn volk met de woorden: Bij God, wij zijn in een zware beproeving terechtgekomen. Bij God, wij kunnen niet aan de klauwen van de moslims ontsnappen zonder Usman te doden, omdat in dat geval de regering zou omvallen en haar bestuur zou afbrokkelen en er niemand zou zijn om hen te ondervragen. Maar hem doden is in geen geval geoorloofd. Dit wil zeggen, hun enige oplossing was om Hazrat Usman Razi Atala Anhu te doden. Maar zij wisten dat dit niet geoorloofd was. Niet alleen benadrukken de woorden van deze persoon de ongerustheid van de rebellen, maar ze stellen ook vast dat Hazrat Usman Razi Atala Anhu nog steeds niets had laten ontstaan dat de rebellen als excuus hadden kunnen gebruiken. In hun harten wisten de rebellen dat het doden van Hazrat Usman Razi Atala Anhu onder geen enkele omstandigheid geoorloofd was. Hazrat Abdullah bin Salam Razi Atala Anhu arriveerde toen de rebellen een plan beraamden om Hazrat Usman Razi Atala Anhu te vermoorden. Hazrat Abdullah bin Salam Razi Atala Anhu werd zeer geëerd binnen zijn stam, zelfs toen hij een ongelovige was. En de Joden geloofden dat hij hun leider en een weergaloze geleerde was. Hij stond aan de deur en begon de opstandelingen te vermanen. En hij verbood hen Hazrat Usman Razi Atala Anhu te doden, zeggende: O mensen, trek niet het zwaard van God over jullie hoofden. Bij God, als jullie het zwaard trekken, zullen jullie nooit een gelegenheid vinden om het in zijn schede terug te stoppen. Er zal nooit een einde komen aan het conflict en de oneenigheid onder de moslims. Schenk aandacht. Vandaag de dag straft de overheid misdadigers met de zweep. In het algemeen is zweepslagen de straf voor een misdaad in het islamitische wetboek van strafrecht. Maar als jullie deze man doden, dan zal de staat de orde niet kunnen handhaven zonder het zwaard.
Dit wil zeggen, mensen zullen gedood worden voor kleine misdaden. Bedenk dat de engelen op dit moment de bewakers van Medina zijn. Als jullie hem doden, zullen de engelen Medina verlaten. Het voordeel dat de opstandelingen aan deze vermaning ontleenden, was dat zij Abdullah bin Salam r.a. anho, de metgezel van de heilige profeet, vrede zij met hem, verdreven. Bovendien bespotten ze hem met een verwijzing naar zijn eerdere geloof, door te zeggen, O zoon van een jodin, wat heb jij met deze zaken te maken? Het is een schande dat de rebellen zich herinnerden dat Abdullah bin Salam r.a. anho de zoon van een Joodse vrouw was, maar vergaten dat hij de islam had aanvaard op de hand van de heilige profeet, vrede zij met hem. Bovendien was de heilige profeet, vrede zij met hem, enorm verheugd toen hij zich bekeerde. En ook hij stond de heilige profeet, vrede zij met hem, bij in elke moeilijkheid en lijden. Bovendien vergaten de rebellen ook dat Abdullah bin Sabah, hun leider en aanstichter, de persoon die Hazrat Ali r.a. anho tot de wasi van de heilige profeet, vrede zij met hem, verklaarde. En hem voorstelde in tegenstelling tot Hazrat Usman r.a. anho ook de zoon van een jodin was. In feite was hij zelf een jood en gaf slechts uiterlijk uiting aan islam. Teleurgesteld door de rebellen vertrok Hazrat Abdullah bin Salam r.a. anho. De rebellen, toen ze merkten dat het moeilijk was om Hazrat Usman r.a. anho te vermoorden door de deur binnen te gaan, omdat enkele mensen die daarop wacht stonden erop uit waren om te doden of te sterven, besloten om Hazrat Usman r.a. anho te vermoorden door over de muur van een naburig huis te springen. Als zodanig met deze intentie sprongen een paar rebellen over de muur van een naburig huis en slopen de kamer van Hazrat Usman r.a. anho binnen. Toen deze mensen binnenkwamen, was Hazrat Usman r.a. anho de heilige Koran aan het reciteren. Nadat het beleg had plaatsgevonden dag en nacht, was de enige bezigheid van Hazrat Usman r.a. anho om gebeden te verrichten of de heilige Koran te reciteren. En hij zou geen aandacht besteden aan enig ander werk. In die dagen was de enige andere taak die hij verrichtte voordat de rebellen het huis binnendrongen, het aanstellen van twee mannen om de schatkist te bewaken. Want op die nacht verscheen de heilige profeet, vrede zij met hem, aan hem in een visioen en zei, O Usman, breek je vasten met ons deze avond. Na dit visioen was Hazrat Usman r.a. anho ervan overtuigd dat hij die dag gemarteld zou worden. Vandaar dat Hazrat Usman r.a. anho, rekening houdend met zijn verantwoordelijkheid, twee mannen de opdracht gaf om de wacht te houden bij de poort van de schatkist, zodat niemand zou proberen de schatkist te plunderen tijdens de chaos en het onheil. Toen de rebellen binnenkwamen, vonden zij Hazrat Usman r.a. anho de heilige Koran reciterend. Mohammed bin Abi Bakr behoorde ook tot de aanvallers en vanwege de macht die hij over de rebellen had, beschouwde hij het als zijn plicht om bij alles voorop te lopen. Hij dacht dat hij, omdat hij de zoon van Hazrat Abu Bakr r.a. anho was, een superieure status had en beschouwde het als zijn plicht om in alles voorop te lopen. En dus ging hij vooruit en greep Hazrat Usman r.a. anho bij zijn baard en gaf het een hevige ruk. In antwoord op deze actie van hem zei Hazrat Usman r.a. anho alleen dit. O zoon van mijn broer, als jouw vader, dit wil zeggen Hazrat Abu Bakr r.a. anho, hier nu was geweest, zou hij nooit zoiets gedaan hebben. Wat is er met jou gebeurd? Ben je boos op mij omwille van God? Ben je boos op mij om iets anders dan het feit dat ik je de rechten van God heb laten vervullen? Met andere woorden, alles wat Hazrat Usman r.a. zei, was dat ze de rechten van God moesten vervullen. Hierop keerde Mohammed bin Abi Bakr zich beschaamd terug. De rest van de opstandelingen bleef echter daar, omdat er definitief nieuws was ontvangen dat het leger van Basra die nacht Medina zou bereiken. En dit hun laatste kans was, hadden de rebellen besloten dat zij niet zouden terugkeren zonder hun missie te volbrengen. Een van hen kwam naar voren en sloeg het hoofd van Hazrat Usman r.a. anho met een ijzeren staaf. Toen schopte hij tegen de Koran die tegenover Hazrat Usman r.a. anho was geplaatst. De heilige Koran viel in de richting van Hazrat Usman r.a. anho en bloeddruppels vielen erop van zijn hoofd. Wat te spreken over het onteren van de heilige Koran. De deugd en eerlijkheid van deze mensen kwam volledig aan het licht door deze gebeurtenis.
Het vers waarop het bloed van Hazrat Usman viel, was een prachtige profetie die op zijn eigen tijd werd vervuld, met zo'n grootsheid, dat zelfs een persoon met een versteend hart zijn ogen sloot uit angst, na het aanschouwen van een glimp van de met bloed besmeurde woorden. Het vers luidde: Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Allah zal u zeker tegen hen wreken, want hij is alhorend, alwetend. Hierna kwam een persoon met de naam Sudan naar voren en wenste Hazrat Usman Raziatala Anho met een zwaard aan te vallen. Toen hij zijn eerste slag sloeg, beschermde Hazrat Usman Raziatala Anho zich met zijn hand en zijn hand werd afgesneden. Hierop zei hij: Bij God de Verhevene, dit was de eerste hand die de Heilige Koran schreef. Hierna deed Sudan een tweede aanval in een poging Hazrat Usman Raziatala Anho te vermoorden. Maar zijn vrouw Naila bewoog zich naar voren en stapte ertussen. Deze slechte persoon aarzelde echter niet eens om een vrouw te slaan. Hij viel aan en haar vingers werden afgesneden. Hierna voerde hij nog een aanval uit op Hazrat Usman Raziatala Anho en verwondde hem ernstig. Daarna in de gedachte dat hij misschien nog niet gestorven was en misschien zou overleven, toen Hazrat Usman Raziatala Anho kronkelde van de pijn en bewusteloos viel door de pijn van zijn wonden, greep deze ellendige persoon hem onmiddellijk bij de nek en begon hem te wurgen. Deze man liet de nek van Hazrat Usman Raziatala Anho niet los totdat zijn ziel zijn fysieke lichaam verliet en naar de hemelse wereld vloog, gretig ingaand op de uitnodiging van de heilige profeet vrede zij met hem. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aanvankelijk overweldigd door de gruwel van dit tafereel was de vrouw van Hazrat Usman Raziatala Anho niet in staat te spreken. Uiteindelijk riep zij om hulp en de mensen die aan de deur zaten haasten zich naar binnen. Echter, alle hulp was nu nutteloos. Wat er zou gebeuren had al plaatsgevonden. Toen de bevrijde slaaf van Hazrat Usman Raziatala Anho het bebloedde zwaard dat gebruikt was om Hazrat Usman Raziatala Anho te martelen in de handen van Sudan zag, kon hij zich niet meer inhouden. Hij rukte op en hakte het hoofd van Sudan af met zijn zwaard. Op zijn beurt doodde een van zijn metgezellen hem. Nu was de troon van het Islamitische Rijk ontdaan van een khalifa. De mensen van Medina achtten verdere inspanningen zinloos en keerden allen terug naar hun respectievelijke huizen. Na het martelaarschap van Hazrat Usman Raziatala Anho begonnen de rebellen de leden van zijn huishouden te terroriseren. De vrouw van Hazrat Usman Raziatala Anho wenste weg te gaan en toen zij wegging, maakte een ellendig persoon uit hun midden een zeer vulgaire opmerking over haar tegen zijn metgezellen. Ongetwijfeld is het voor een respectabel man, ongeacht tot welke religie hij behoort, moeilijk te bevatten dat de opstandelingen zulke smerige standpunten zouden uiten op een moment dat zij net de eerste metgezel van de heilige profeet, vrede zij met hem, hadden gemarteld. Zijn schoonzoon, de koning van het moslimrijk en daarna de khalifa van die tijd, echter, hun onfatsoen was zo groot dat geen kwade daad hen te boven ging. Deze opstandelingen streefden geen goed doel na, nog bestond hun partij uit rechtschapen mensen. Sommigen van hen waren bewonderaars van de bedriegelijke anti-islam, vreemde en eigenaardige leer van Abdullah bin Sabah de Jood. Anderen waren gefascineerd door buitensporig socialisme, beter gezegd bolsjewisme. Sommigen waren criminelen die hun straf hadden uitgezeten en hun vijandigheid wilden uiten, terwijl anderen rovers en bandieten waren die dit conflict zagen als een middel om hun doelen te bereiken. Kortom, hun onfatsoenlijkheid is niet verwonderlijk. Het zou juist verrassend zijn geweest als deze mensen zich niet op die manier hadden gedragen. Terwijl de rebellen aan het plunderen en roven waren, kon een andere bevrijde slaaf zich niet inhouden. Toen hij het geschreeuw en geroep hoorde van het huishouden van Hazrat Usman Raziatala Anho, de slaaf viel aan en doodde de persoon die de eerste slaaf had gedood. Hierop hebben ze hem ook vermoord. De opstandelingen namen zelfs de juwelen af die de vrouwen droegen en verlieten het huis lachend en spottend. Bij een andere gelegenheid, met betrekking tot de vulgariteit en onfatsoenlijkheid van degenen die Hazrat Usman Raziatala Anho vermoordden, zegt Hazrat Muslim Maud Raziatala Anho: Kijk wat ze gedaan hebben.
Zij martelden Hazrat Usman Raziatala Anho en terwijl hij in een plas bloed lag, kronkelend van pijn, maakten de moordenaars vulgaire opmerkingen over de vrouw van Hazrat Usman Raziatala Anho door commentaar te geven op haar lichaam. Hun daden werden daarna nog erger. Dit wil zeggen niet alleen tegenover de vrouw van Hazrat Usman Raziatala Anho, maar erger nog, Hazrat Muslim Maud Raziatala Anho verklaart dat zij vulgaire opmerkingen begonnen te maken over Hazrat Aisha Raziatala Anha. Hazrat Muslim Maud Raziatala Anho verklaart: bij het horen van deze dingen zeg ik dat Allah de Almachtige mij een verheven positie heeft verleend, waarvoor ik vereerd ben. Maar het is mijn hartewens dat als ik toen had geleefd, in plaats van nu, ik hen allen zou hebben uitgewist. Kijk naar de mate waarin zij vielen. Zoals eerder vermeld, verwijderden zij de hijab van Hazrat Aisha Raziatala Anha. En toen ze haar zagen, merkten ze op dat zij een jonge vrouw was. Zij onthielden zich zelfs niet van het maken van opmerkingen over Hazrat Aisha Raziatala Anha. Hazrat Muslim Maud Raziatala Anho verklaart: uit de gebeurtenissen die Hazrat Usman Raziatala Anho meemaakte, blijkt duidelijk dat Hazrat Usman Raziatala Anho in het geheel niet bang was voor wat ze met hem zouden doen. Het is bewezen uit de geschiedenis dat toen de rebellen Medina hadden overmeesterd, zij zich voor het gebed in de moskee verspreidden en de mensen van Medina van elkaar gescheiden hielden, opdat zij zich niet zouden verzamelen om zich tegen hen te verzetten. Maar ondanks alle oneenigheid en strijd en een algemene atmosfeer van vijandigheid, kwam Hazrat Usman Raziatala Anho alleen naar de moskee voor het gebed en was in het geheel niet bang. Hij bleef naar de moskee komen tot een tijd dat het hem werd verboden. Toen de oneenigheid verergerde en de rebellen het huis van Hazrat Usman Raziatala Anho aanvielen, in plaats van dat Hazrat Usman Raziatala Anho de metgezellen vroeg om de wacht te houden rond zijn huis, smeekte Hazrat Usman Raziatala Anho hen in de naam van God om hun leven niet in gevaar te brengen door hem te beschermen en beval hen toen om naar hun huizen terug te keren. Handelt een persoon die bang is voor het martelaarschap op deze manier en zegt hij tegen de mensen dat zij zich geen zorgen over hem moeten maken en in plaats daarvan dat zij naar huis moeten terugkeren. Dit bewijst dat Hazrat Usman Raziatala Anho niet bang was om gemarteld te worden. Een ander onweerlegbaar bewijs dat Hazrat Usman Raziatala Anho niet bang was voor het martelaarschap is dat, zoals vermeld in het begin van de preek, toen de oneenigheid was begonnen, Hazrat Muawiyah kwam voor de hajj. Toen hij op het punt stond naar Syrië terug te keren, ontmoette hij Hazrat Usman Raziatala Anho in Medina en zei: kom met mij mee naar Syrië. Daar zul je beschermd zijn tegen elke oneenigheid. Hazrat Usman Raziatala Anho antwoordde: Muawiyah, ik zal de nabijheid van de heilige profeet, vrede zij met hem, koste wat kost, niet willen verlaten. Hazrat Muawiyah zei toen: als dit niet aanvaardbaar is, geef mij dan toestemming om een contingent van het Syrische leger te sturen voor uw bescherming. Hazrat Usman Raziatala Anho antwoordde: voor mijn bescherming zal ik niet toestaan dat de voorzieningen van de moslims worden verminderd. Hazrat Muawiyah zei toen: o Amirul Mominin, deze mensen zullen u bedriegen en u doden of een totale oorlog tegen u verklaren. Hazrat Usman Raziatala Anho antwoordde: ik maak me hier geen zorgen over, mijn God is voldoende voor mij. Uiteindelijk zei Hazrat Muawiyah: als je niets accepteert, doe dan in ieder geval dit. De slechte en opruiende mensen stellen hun hoop op bepaalde vooraanstaande metgezellen. Zij geloven dat na jou deze metgezellen in staat zullen zijn om de zaken te behartigen. Vervolgens trachten ze de mensen te misleiden door hun namen te gebruiken. U moet hen allen uit Medina wegsturen en hen naar andere landen zenden. Op deze manier zullen de listen van deze slechte mensen worden gestopt, omdat zij zullen denken: wat voor noodzaak is er om met jou te vechten, wetende dat er niemand is om de leiding te nemen over de zaken na u. Hazrat Usman Raziatala Anho accepteerde dit echter ook niet. Zoals eerder vermeld en zei: hoe kan ik degenen die de heilige profeet, vrede zij met hem, heeft verzameld, uiteendrijven? Toen Hazrat Muawiyah dit hoorde, begon hij te wenen en zei: als je geen van deze dingen wenst te doen, maak dan op zijn minst een aankondiging dat Muawiyah verantwoordelijk zal zijn voor het eisen van wraak voor jou. Hazrat Usman Raziatala Anho zei:
Muavia, je hebt een strenge instelling. Ik vrees dat je de moslims hardhandig zult behandelen. Daarom zal ik een dergelijke aankondiging niet doen. Aldus wordt beweerd dat Hazrat Usman radiyallahu anhu zwak van hart was. Maar vertel mij, hoeveel mensen kunnen zoveel moed tonen? En na het lezen van deze gebeurtenissen, kan iemand zeggen dat Hazrat Usman radiyallahu anhu bang was? Als hij bang was, dan zou hij gezegd hebben om een contingent van het leger te sturen voor zijn bescherming en dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over hun salaris, aangezien hij ervoor zou zorgen. Als Hazrat Usman radiyallahu bang was, had hij moeten aankondigen dat als er iets met hem zou gebeuren, zij moesten weten dat Muawiyah wraak voor zal nemen. Maar Hazrat Usman radiyallahu zei niets behalve dat vanwege Muawiyah's strenge karakter. Hij vreesde dat hij de moslims streng zou behandelen als hij deze bevoegdheid zou krijgen. Toen de vijanden vervolgens over de muur sprongen en een aanval lanceerden, ging Hazrat Usman radiyallahu door met het reciteren van de heilige Koran, zonder enige angst of vrees, in die mate dat een van de zonen van Hazrat Abu Bakr radiyallahu, mogen Allah hem genadig zijn, naar voren stapte en Hazrat Usman's baard vastgreep en een krachtige ruk gaf. Hazrat Usman radiyallahu keek naar hem en zei, O zoon van mijn broer, als je vader vandaag leefde, zou je zoiets nooit gedaan hebben. Toen hij dit hoorde, begon zijn hele lichaam te beven en vertrok hij uit verlegenheid. Toen stapte een van zijn handlangers naar voren en sloeg met een ijzeren staaf op het hoofd van Hazrat Usman radiyallahu en schopte de Koran weg die daar lag. Toen deze aanvaller opzij stapte, stapte een andere persoon naar voren en martelde Hazrat Usman radiyallahu met een zwaard. Als je deze incidenten leest, wie kan dan zeggen dat Hazrat Usman radiyallahu anhu ook maar een greintje angst had? Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu verklaart, de komst van de beloofde Messias, vrede zij met hem, vond plaats op dezelfde manier als de komst van Hazrat Nuh alaihissalam, Hazrat Ibrahim alaihissalam, Hazrat Daoud alaihissalam, Hazrat Suleiman alaihissalam en de andere profeten. En na de beloofde Messias alaihissalam werd de instelling van Khilafat opgericht, net zoals het werd opgericht na de profeten die in het verleden verschenen. Als we hier zorgvuldig over nadenken en ons proberen te verdiepen in de ware realiteit ervan, zullen we tot het besef komen dat dit een buitengewone instelling is, dit wil zeggen de instelling van Khilafat. In feite zeg ik dat zelfs als 10.000 opeenvolgende generaties, nakomelingen, zouden worden opgeofferd omwille ervan, het in vergelijking niet zal voorstellen. Ik kan niets voor anderen zeggen, maar als ik tenminste de geschiedenis bestudeer uit de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem, en lees over de moeilijkheden en beprovingen die Hazrat Usman radiyallahu anhu moest doorstaan, en aan de andere kant het geloof en het spirituele licht dat de heilige profeet, vrede zij met hem, in hem had ingeprent, dan zeg ik dat zelfs als 10.000 generaties van mijn toekomstige nakomelingen in deze wereld allemaal zouden worden verzameld en in één keer zouden worden geofferd, zodat deze wanorde zou kunnen worden onderdrukt, dan zou ik dit verwant achten aan het kopen van een olifant in ruil voor een luis. Met andere woorden, deze zou zelfs nog minder zijn dan het geven van iets uiterst kleins als een insect en in ruil daarvoor een olifant krijgen. Het is een feit dat we de werkelijke waarde van iets pas veel later beseffen. Het was pas na het martelaarschap van Hazrat Usman radiyallahu dat de mensen zich het ware belang van Khilafat realiseerden. Hazrat Muslim Maud radiyallahu verklaart verder, na Hazrat Umar radiyallahu viel de blik van alle metgezellen op Hazrat Usman radiyallahu voor het ambt van Khilafat en zo werd hij voor deze taak aangesteld door overleg van de eminente metgezellen. Hij was de schoonzoon van de heilige profeet, vrede zij met hem, en twee dochters van de heilige profeet, vrede zij met hem, werden de een na de ander met hem gehuwd. Toen de tweede dochter van de heilige profeet, vrede zij met hem, overleed, zei de heilige profeet, vrede zij met hem, dat als hij nog een dochter had, hij haar ook zou huwen met Hazrat Usman radiyallahu. Dit toont aan dat hij een speciale rang van eer bekleedde in de ogen van de heilige profeet, vrede zij met hem.
Hij bekleedde een zeer unieke positie in de ogen van de mensen van Mekka en hij was een rijk man volgens de omstandigheden van Arabië in die tijd. Nadat Hazrat Abu Bakr r.a. Islam had aanvaard, was Hazrat Usman r.a. een van de mensen die hij in het bijzonder koos om de boodschap van de islam te verkondigen. De mening van Hazrat Abu Bakr r.a. over Hazrat Usman r.a. bleek niet onjuist en slechts na een paar dagen prediken aanvaarde hij de islam. Op deze manier sloot hij zich aan bij de As-Sabiqun al-Awwaloon of die pioniersgroep van islam die de heilige Koran in bewonderenswaardige woorden heeft geprezen. De mate van eer en respect die hij in Arabië bezat kan worden afgeleid uit het voorval dat toen de heilige profeet, vrede zij met hem, naar Mekka reisde op basis van een visioen en de Mekkanen, verblind door hun boosaardigheid en vijandschap, weigerden hem toestemming te verlenen om de umrah te verrichten, stelde de heilige profeet, vrede zij met hem, voor dat een gewaardeerd persoon naar de Mekkanen zou worden gezonden om over de zaak te onderhandelen. Toen Hazrat Umar r.a. hiervoor werd uitgekozen, antwoordde hij: O boodschapper van Allah, vrede zij met hem, ik ben bereid te gaan. Maar als er iemand in Mekka is die met de Mekkanen kan onderhandelen, dan is het Hazrat Usman r.a. omdat hij in hun ogen bijzonder aanzien heeft. Vandaar als iemand anders zou gaan, kan er niet zoveel hoop op succes in hem zijn, in tegenstelling tot als Hazrat Usman r.a. zou gaan. De heilige profeet, vrede zij met hem, was ook van mening dat dit standpunt juist was en stuurde daarom Hazrat Usman r.a. voor de taak. Uit dit incident kan afgeleid worden dat Hazrat Usman r.a. met speciale eer werd bekeken, zelfs door de ongelovigen. De heilige profeet, vrede zij met hem, had veel respect voor Hazrat Usman r.a. Bij een gelegenheid lag de heilige profeet, vrede zij met hem, toen Hazrat Abu Bakr r.a. arriveerde, maar de heilige profeet, vrede zij met hem, bleef liggen. Na enige tijd arriveerde Hazrat Umar r.a., maar wederom bleef hij liggen. Toen Hazrat Usman r.a. aankwam, paste hij onmiddellijk zijn kleren aan en zei: er is veel bescheidenheid in de houding van Hazrat Usman r.a. en het is met het oog op zijn gevoelens dat ik dit heb gedaan. Dit wil zeggen, Hazrat Usman r.a. was een van die zeldzame mannen die nooit alcohol had gedronken en nooit overspel had benaderd, zelfs niet voordat hij de islam accepteerde. In het land van Arabië, waar het drinken van alcohol werd beschouwd als een bron van trots en overspel als een dagelijkse verwennerij, waren dit kwaliteiten die niet meer dan bij een handvol mensen voor de islam gevonden konden worden. Daarom was Hazrat Usman r.a. geen gewone man. Hij bezat zeer hoge morele kwaliteiten. Met betrekking tot wereldse rang was hij uitzonderlijk. Hij was de voornaamste in islam. De heilige profeet, vrede zij met hem, was zeer tevreden met hem. Hazrat Umar r.a. heeft hem verklaard als een van de zes mannen die tot aan het overlijden van de heilige profeet, vrede zij met hem, zijn grootste genoegen hadden. Bovendien was hij van de Ashra Mubashra, wat betekent dat hij een van die 10 mannen was over wie de heilige profeet, vrede zij met hem, de blijde tijding had gegeven dat zij het paradijs zouden binnengaan. Wat betreft de dag waarop het martelaarschap van Hazrat Usman r.a. plaatsvond, wordt gezegd dat hij werd gemarteld op de 17e of 18e van Zulhijja 35 Hijra, op een vrijdag. Volgens Abu Usman Nahdi werd Hazrat Usman r.a. gemarteld in de middelste dagen van Ayami Tashriq, dit wil zeggen 12e Zulhijja. Echter, volgens Ibn Ishaq werd Hazrat Usman r.a. 11 jaar, 11 maanden en 22 dagen na het martelaarschap van Hazrat Umar r.a. en 25 jaar na het overlijden van de heilige profeet, vrede zij met hem, gemarteld. Volgens een andere overlevering vertelt Abdullah bin Amr bin Usman dat Hazrat Usman r.a. werd gemarteld op 82-jarige leeftijd na het Asr-gebed op vrijdag 18e Zulhijja, 36 Hijra, en hij was aan het vasten op de dag dat hij werd gemarteld. Volgens Abu Mashir was Hazrat Usman r.a. 75 jaar oud op het moment van zijn martelaarschap. Met betrekking tot de regelingen van Hazrat Usman r.a.'s begrafenis vertelt Niyar bin Mukram dat het een zaterdag was tussen de Maghrib en Isha-tijd toen Hazrat Usman r.a.'s lichaam werd gedragen door 4 van hen, waaronder Jubair bin Mutim, Hakim bin Hizam en Abu Juhum bin Huzafa. Hazrat Jubair bin Mutim leidde het begrafenisgebed
en Muawiya heeft deze vertelling bevestigd. Dezezelfde vier individuen gingen naar beneden in het graf. Volgens de vertelling leidde Hazrat Jubair bin Mutim het begrafenisgebed van Hazrat Usman Ziyatalanho met een congregatie bestaande uit 16 mensen. Allama ibn Saad verklaart dat de eerste vertelling correcter is. Dit wil zeggen dat het begrafenisgebed werd verricht door vier mensen. Abdullah bin Amr bin Usman vertelt dat Hazrat Usman Ziyatalanho werd begraven in Hashe Kokab op een zaterdag tussen Maghrib en Isha tijd. Rabi bin Malik verhaalt van zijn vader dat mensen hun overledenen in Hashe Kokab wensten te begraven. Hash betekent een kleine tuin en Kokab was de naam van een Ansari die deze tuin bezat. Deze lag zeer dicht bij Jannatul Baqi. Hazrat Usman bin Affan Ziyatalanho zei vaak dat zeer binnenkort een rechtschapen man zal overlijden en hij zal daar begraven worden. Dit wil zeggen in Hashe Kokab. En de mensen zullen ook hetzelfde doen. Malik bin Abu Amir vertelt dat Hazrat Usman Ziyatalanho de eerste persoon was die daar begraven werd. Er is nog een overlevering over begrafenis van Hazrat Usman Ziyatalanho dat 3 dagen lang de onruststokers en rebellen niet toestonden dat Hazrat Usman Ziyatalanho begraven werd. Er staat geschreven in Tarikh Tabri dat Abu Bashir Abdi vertelde dat het lichaam van Hazrat Usman Ziyatalanho 3 dagen lang werd achtergelaten, zonder graf, of in doeken, gewikkeld, en dat het ook niet werd toegestaan om hen te begraven. Later spraken Hazrat Hakim bin Hizam en Hazrat Jubair bin Mutim met Hazrat Ali Ziyatalanho over de begrafenis van Hazrat Usman Ziyatalanho, en dat als hij de familie van Hazrat Usman Ziyatalanho kon vragen om toestemming te geven om hem te begraven. Zo vroeg Hazrat Ali Ziyatalanho en zij gaven toestemming. Toen de opstandelingen hiervan hoorden, verzamelden zij stenen en stonden langs de weg. Enkele leden van de familie van Hazrat Usman Ziyatalanho vergezelden zijn begrafenis en wilden een gebied in Medina binnengaan dat bekend staat als Hashe Kokab, waar de Joden hun doden begroeven. Toen het lichaam van Hazrat Usman Ziyatalanho naar buiten werd gebracht, gooiden zij stenen naar de Jabai om het te laten vallen. Toen het nieuws van dit incident Hazrat Ali Ziyatalanho bereikte, stuurde hij een bericht naar hen en waarschuwde hen om zoiets niet te doen. Daarop stopten zij. De begrafenis ging door totdat Hazrat Usman Ziyatalanho werd begraven in Hashe Kokab. Toen Amir Muawiya het gezag overnam, beval hij om de muren van het kerkhof neer te halen, zodat het samengevoegd werd met het kerkhof van Baqi. Hij droeg de mensen ook op om hun overledenen dicht bij het graf van Hazrat Usman Ziyatalanho te begraven. En op deze manier voegden de graven van dit gebied zich bij de graven van de andere moslims. Volgens andere historische bronnen wordt er ook vermeld dat Hazrat Usman Ziyatalanho dit gebied van land kocht en het opnam als deel van Jannatul Baqi. Er zijn nog een paar verslagen over die ik, als God het wil, in de toekomst zal vertellen. Ik zal vandaag enkele begrafenisgebeden leiden en zal enkele details in verband daarmee vermelden. De eerste is van Morvi Mohammed Idris Tero Sahib, die als missionaris in Ivoorkust diende, die in de nacht van tussen 27 en 28 februari overleed na aan een korte ziekte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was oorspronkelijk afkomstig uit Ivoorkust en na het verwerven van zijn vroege opleiding ging hij naar Burkina Faso en naast zijn wereldlijke kennis leerde hij ook de Arabische taal. Hij aanvaarde Ahmadiyya in de jaren 80 en in 1983 reisde hij uit eigen beweging naar Pakistan en na het afronden van zijn studie aan Jamia Ahmadiyya ging hij als missionaris dienen in Ivoorkust. Hij diende ook in Ghana en Burkina Faso en vanaf 2007 diende hij opnieuw in Ivoorkust. De overledene was een Moussi. Het verslag van zijn reis naar Pakistan dat hij vertelde is zeer interessant. Hij kocht een vliegticket met een beetje geld dat hij had gespaard en reisde naar Pakistan. Hij informeerde nog de jamaat in Ivoorkust, nog de jamaat in Pakistan van tevoren. Toen hij het vliegveld verliet, was hij erg ongerust, maar toen zag hij een persoon die hem benaderde en hem vroeg waar hij vandaan kwam en waar hij heen wilde.
Hij sprak geen Engels of Urdu, maar zij communiceerden met elkaar in een paar korte zinnen in het Arabisch. In ieder geval nam deze persoon hem toen mee naar de Ahmadiyya-haal en vertelde hem toen, mijn vrouw had de nacht ervoor een droom gezien, dat er een buitenlander als gast zou komen. Dus zei ze tegen mij dat ik jou moest gaan halen. Dit is de reden waarom ik naar het vliegveld ben gekomen. En toen ik zag dat jij de enige buitenlander was die uit het vliegtuig stapte en bezorgd leek, daarom besefte ik dat jij die gast was die mijn vrouw in haar droom zag. Aldus maakte Allah de Almachtige zelf regelingen voor hem en hij zou dit voorval vaak vertellen. En hij zou zeggen dat hij gedurende de hele reis voortdurend aan het bidden was en zelfs bij aankomst. En dit was een wonderbaarlijk teken dankzij zijn gebeden dat Allah de Almachtige de regelingen voor hem maakte. En ook de avond ervoor een droom liet zien aan de vrouw van die Ahmadi in Karachi, waarin haar werd geïnformeerd over zijn aankomst. Daarna werd hij naar de Ahmadiyya-haal gebracht en vervolgens naar Rawa. In ieder geval was een zeer vrome man en toegewijd aan zijn aanbidding. Qiyum Pasha Sahib, die dienst doet als de verantwoordelijke missionaris van Ivoorkust, schrijft dat ze ook 3 jaar samenwerkten in Burkina Faso en daarna ook de gelegenheid hadden om samen te werken in Ivoorkust. Hij had een grenzeloze liefde voor de jamaat en de beloofde Messias al-Islam. Hij was uiterst toegewijd en zeer vroom. Hij was heel vrijgevig en zou anderen enorm helpen. Hij zorgde ook voor kinderen door hen een plaats in zijn huis te geven en nam de kosten voor hun onderwijs en andere behoeften op zich. Hij stond altijd vooraan in de prediking. Gastvrijheid was ook een opmerkelijke eigenschap van hem. Hij had een uitstekende stijl van prediken en was ook zeer deskundig. De mensen hielden van zijn stijl van prediken. Overal waar hij een bijeenkomst hield om te prediken, verzamelden de mensen zich om hem heen. Hij was regelmatig in zijn tahajjud gebeden en zou ook ware dromen ervaren. Hij was een volkomen onzelfzuchtig persoon. Siddiq Jalo Sahib, die als muallim in Ivoorkust dient, schrijft dat Molvi Idris Telo Sahib volledig toegewijd was aan de jamaat en Khilafat. Hij was altijd bereid om elke soort opoffering te maken ter wille van de jamaat. Hij verklaart dat hij nooit iemand in Ivoorkust heeft gezien die meer van de jamaat hield dan hij. Wanneer hem naar zijn nationaliteit werd gevraagd, zei hij, ik ben nog Afrikaan, nog Europeaan en ik heb geen andere nationaliteit. Ahmadiyyat is mijn nationaliteit en mijn identiteit. Hij was een van de pionierleden van de Ahmadiyya-jamaat in Ivoorkust. Basit Sahib, die als missionaris in Ivoorkust werkzaam is, schrijft dat hij anderen altijd zou adviseren om verbonden te blijven met de instelling van Khilafat. En hij zou zeggen dat alles wat hij heeft bereikt door Khilafat is. Hij was een zeer geleerde persoon. Naast zijn moedertaal Jula was hij ook bedreven in Frans, Arabisch en Urdu. Hij had grote kennis in Ilmul Kalam en ging ook in debat over dit onderwerp en debatteerde vaak met de Wahhabi-ulama. Een Ahmadi, Bhai Abdullah Sahib, vertelde een voorval tijdens een debat gehouden in San Pedro, dat toen ze bij de moskee aankwamen, een van de voorwaarden die waren aangesteld voor het debat was dat alle argumenten uit de Heilige Koran moesten worden gepresenteerd. Het debat ging ononderbroken door van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en ze namen alleen pauzes voor het gebed. Molvi Sahib presenteerde zulke argumenten uit de Heilige Koran aan de Molvi dat hij ze niet kon weerleggen en uiteindelijk zijn nederlaag aanvaarde. Aldus werd Ahmadis de overwinning in dit debat toegekend. Vervolgens schrijft hij dat hij als een bibliotheek was en als het op prediken aankwam, zou hij referenties uit het hoofd leren. Vervolgens, of het nu in Urdu, Arabisch, Frans of een andere taal was, citeerde hij die referenties meteen. Hij was altijd afhankelijk van het gebed en moedigde anderen aan hetzelfde te doen. Hij laat zijn vrouw, 4 dochters en een zoon achter. Mogen Allah de Almachtige deze kinderen in staat stellen een actieve relatie met de nizam van de gemeenschap te hebben en hen een deel van de nizam maken. Zoals hun vaders wens was. Ze hebben op dit moment geen sterke band met de gemeenschap, maar mogen Allah zijn zegeningen schenken. Mogen Allah de Almachtige de overledenen zijn barmhartigheid en vergeving schenken en zijn positie verhogen. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde Amina Naiga Kare Sahiba, die de vrouw was van Mohammed Ali Kare Sahib, de nationale president en missionaris die de leiding heeft van de jamaat in Oeganda.
Zij overleed op 20 februari. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zij was een nederige, goed opgeleide en een moedige vrouw. Haar man Kare Sahib zei dat een grote reden voor zijn succes als zendeling zijn vrouw was. Zij was Oegandees en was zeer oprecht en loyaal. Hij zegt dat toen ze trouwden, ze 19 jaar oud was. In die tijd wist zij niet hoe zij de Heilige Koran moest reciteren. Maar omdat zij belangstelling en passie had, leerde ze hoe ze de Heilige Koran moest reciteren. En ze zou proberen na te denken over de betekenis ervan. Ze was in staat de gemeenschap in verschillende hoedanigheden te dienen. In 2005 werd zij benoemd tot nationaal voorzitter van de Vrouwenhulporganisatie. Ze had een grote passie voor het verspreiden van de boodschap van Islam Ahmadiyyat. Zij werd ook 1 of 2 keer in de gevangenis gezet op grond van valse beschuldigingen. Zij had geen fout begaan, maar toch werd zij ten onrechte in de gevangenis gezet. Zij was voorbeeldig als het ging om morele vorming. Ze reageerde zeer dapper op de beschuldigingen van niet-Ahmadis. Haar dochter zegt dat ze regelmatig bleef bidden, zowel in gezondheid als in ziekte. Tijdens de maand Ramadan zat zij elk jaar in etikaaf. Zij kon elke persoonlijke aanval tegen haar verdragen, maar zij kon het niet verdragen om iets over het geloof te horen. Zij werkte ook op verschillende niveaus in het politieke forum. Zij was een moesia, zij laat haar echtgenoot en 6 kinderen achter, van wie er 2 missionarissen zijn. De volgende begrafenis is die van de gerespecteerde Nuhi Kazak Sahib van Syrië, die op 10 december is overleden op 48-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadiyyat werd in 1928 aan zijn familie geïntroduceerd toen Hazrat Molana Jalaluddin Shams Sahib van Damascus naar Haifa ging. De eerste Ahmadi in Haifa was de gerespecteerde Rashid Bakis Busti Sahib, op wiens prediking Ali Saleh Kazak Sahib, de overgrootvader van de overledene, Ahmadiyyat aanvaarde, samen met zijn broer Mohammed Kazak Sahib, die de vader was van Taha Kazak Sahib, de voormalige voorzitter van de gemeenschap in Jordanië. Hij aanvaarde Ahmadiyyat samen met zijn familie. Daarna, na de oprichting van Israël, emigreerde zijn familie naar Damascus. De overledene was een zeer oprechte Ahmadi. Hij was regelmatig in het verrichten van gebeden en het naleven van vasten en hij was regelmatig in het geven van financiële bijdragen. Hij had veel liefde voor Khilafat en stond altijd voorop voor de dienst aan de gemeenschap. Ondanks dat hij zelf met financiële moeilijkheden te kampen had, verleende hij altijd financiële hulp aan anderen. Hij was een zeer vriendelijk en deugdzaam persoon. Hij laat 2 echtgenotes en 3 jonge dochters achter. 2 van zijn dochters maken deel uit van de Wakfeno-instelling. Wasim Mohammed Sahib, president van de gemeenschap, zegt: een van zijn diensten is dat wanneer hem gevraagd werd om speciaal de zieken en de gewonden naar het ziekenhuis te brengen, zoals de omstandigheden in Syrië waren, hij zelfs in zulke omstandigheden deze taak moedig uitvoerde. Evenzo nam hij de AMLA-leden mee op hun officiële reizen. Hij kreeg een auto en zou daarmee zijn taken vervullen. En wanneer zijn behoefte nodig was, zou hij onmiddellijk ter plaatse zijn. Hij bood zijn diensten met veel vreugde aan en voerde al zijn taken zeer opgewekt uit. Hij was zeer regelmatig in het geven van chanda en deed dat zelfs nog meer in zijn laatste jaar. Hij zou zelfs Ahmadis financieel helpen. Vervolgens schrijft hij: hij heeft op iedereen een positieve invloed achtergelaten. Door zijn eenvoud, rust, oprechtheid, dienstbaarheid aan de mensheid en zijn goede wil. De vrouw van de overledene, Khadija Ali Sahiba, zegt: mijn man was een zeer oprechte Ahmadi bij de genade van Allah. Hij hield veel van de gemeenschap en genoot er echt van anderen te helpen. Hij zou mij helpen met de huishoudelijke zaken. Hij had zoveel liefde voor zijn dochters en hield altijd rekening met hun goede opvoeding. Hij zat en sprak met hen voor een lange tijd over de gemeenschap. Bij de genade van Allah bracht hij zelfs zijn laatste jaar van zijn leven door in dienst van de gemeenschap en hij was daar zeer verheugd over. Zijn neef Akram Salman Sahib, die door hem Ahmadiyyat aanvaarde, zegt: zelfs voor onze bijt waren we getuigen van zijn hoge moraal. Zijn eigen financiële situatie was niet geweldig, maar toch zou hij zijn arme familieleden helpen. Vervolgens zegt hij: iets wat echt indruk op mij maakte was dat hij eens een zeer goede baan kreeg, waarmee hij al zijn schulden kon afbetalen. Daarna, in plaats van geld te sparen, gaf hij een groot bedrag aan mijn arme tantes en zei dan: zolang mijn gezondheid goed is en ik geen schulden heb, ben ik rijk.
en wil ik al het extra geld dat ik heb uitgeven aan hen die het nodig hebben. En dit is wat men behoort te doen. Dit was iets dat men zo verbaasde, want ik had nog nooit in mijn hele leven zo'n tevredenheid en kracht gezien om financiële opofferingen te maken. Vervolgens zegt hij, hij deed veel moeite voor mijn broer en mij nadat we onze trouw hadden gezworen. Voor onze opvoeding, morele vorming en om stevig verbonden te blijven aan Khilafat. Hij zou ons zeer inspirerende voorvallen voorlezen over degenen die de zegeningen van Khilafat genoten, waardoor onze liefde voor Khilafat in onze harten toenam. Zijn broer Mutas Kazak Sahib, die leraar is aan Jamia Ahmadiyya Canada, schrijft, mijn overleden broer was uiterst oprecht en had immense liefde voor Khilafat. Hoewel onze voorvaderen Ahmadis waren, hadden wij geen kennis over Ahmadiyyat. Mijn broer ging van de stad Halab naar Damascus om de begrafenis van mijn grootvader Khidr Kazak bij te wonen, waar hij andere Ahmadis ontmoette en van gedachten wisselde over Ahmadiyyat. Bij zijn terugkeer merkte ik dat hij veel begon te huilen in zijn prostraties. Deze plotselinge verandering verbaasde me echt. Ik vroeg waarom dit zo was en hij stelde me voor aan de gemeenschap. Hij zegt dan, ik deed mijn onderzoek, aanvankelijk was hij alleen Ahmadi van naam, daarna deed ik grondig onderzoek over de leer van Ahmadiyyat en na het zien van een droom legde ik opnieuw de eed van trouw af. De vrome verandering van mijn broer speelde een grote rol in mijn aflegging van de eed van trouw. Met nogmaals wordt bedoeld dat hij aanvankelijk alleen Ahmadi was vanwege zijn familie, maar in de praktijk was hij geen Ahmadi, dus dit is waarom hij de eed van trouw nogmaals aflegde, nadat hij tot inzicht was gekomen. De overledene had een geweldige ijver om te prediken. Hij bad overvloedig voor de Khalifa van die tijd, hij maakte deel uit van de wasiatregeling, hij was zich bewust van het feit dat hij spoedig zou overlijden en vermeldde dit een paar dagen eerder aan onze moeder en aan zijn vrouwen. De volgende begrafenis is van Farhat Nasim Saiba uit Rawa. Zij was de vrouw van Mohammed Ibrahim Sahib Hanif, die ook bekend stond als meester Sarchuri Sahib. Zij overleed op 26 december op de leeftijd van 86 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haar vader was Hazrat Mia Ilamdin Sahib en haar grootvader was Hazrat Mia Kutubuddin Sahib van Lodi Nagal, Gurdaspur district en behoorde tot de metgezellen van de beloofde Messias al-Islam. Zij bezat vele goede kwaliteiten. Ze was regelmatig in het verrichten van gebed en vasten, regelmatig in het verrichten van het tahajjudgebed. Ze was zeer geduldig, dankbaar, toegewijd aan gebeden, eenvoudig, zorgzaam voor de armen, iemand die grenzeloze liefde had voor Khilafat en een oprechte en vrome vrouw die voorop liep in het deelnemen aan financiële regelingen. Bij een aantal gelegenheden presenteerde zij haar eigen juwelen voor diverse regelingen. Zij was een Moesia, ze wordt overleefd door 3 zonen, 3 dochters en vele kleinkinderen. Twee van haar kleinkinderen zijn missionarissen en een van haar zonen is ook missionaris. Moge de Almachtige Allah de overledene vergeving en barmhartigheid schenken. Moge Hij alle overledenen vergeving en barmhartigheid schenken en hen in hun rangen verheffen. Alhamdulillah, alhamdulillah, na'amadu wa nasta'inu wa nasta'gfiru. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ